Zo, dan zou je denken, hé, wat een raar begin van de vlog. Ja, ik opende zondag een vlog. Gewoon wel met de intentie van, hij kan een andere wending krijgen. En ja, dat krijgt hij ook. Dus de rest van de vlog die ik dus zondag heb geopend, die zie je hierna. Even heel omslachtig. Ja, plukkie. Ja, altijd mijn bril op heb gedaan. Maar goed. Sommigen zien het, sommigen niet. Nou, je ziet aan mijn bekkie. Dat gaat weer steeds meer invallen. En invallen. En invallen. En ik heb echt zitten denken, moet ik het wel vertellen? Moet ik erover praten? Ja, Reet. Dat moet je. Want daar ben je uiteindelijk je YouTube-kanaal begonnen. Om mensen een kijk in je leventje te geven. Bij deze. Het gaat even helemaal kut. Het gaat weer helemaal bergafwaarts. En 2 weken geleden zat ik weer helemaal vol met vocht natuurlijk. En zodra dat gebeurt, gaan er bij mij alarmbellen rinkelen. Want dan krijg ik een volle gezicht. En dan voel ik me goed. En dan zit ik lekker in mijn vel. En aan de andere kant weet ik ook van, oké, dit is weer een beginnende trap. Om weer van die ladder af te pleuren. En jawel. Dat gebeurt weer. De ene crash naar de andere crash. En over het gewicht gaan we het maar helemaal niet hebben. Want wat ik in een week tijd ben afgevallen. Daar kunnen sommigen van dromen. Denk ik. Ik niet. Ik niet. Ik zit weer op mijn begingewicht zeg maar. Van een paar maanden geleden. En geloof me, dat wil je echt niet. En ik doe er echt alles aan. Ik trek alles uit de kast. Maar het is gewoon elke keer dezelfde shit. Ja. En ik merk het aan alles. Mijn kleren lubberen weer. Mijn sokken zakken weer af. Ja, mijn sokken, ja. Wauw. Voorheen werkte heel angstig van, weet je wel. En ik denk, fuck, daar gaan we weer. Maar nu krijg je iets van, nee. Het is me vaker overkomen, weet je. Dus... Maar leuk is het natuurlijk niet. Voor mij niet, maar voor mijn gezin helemaal niet. Maar goed, die weten dat mama knokt en mama alles uit de kast trekt. Maar dan nog, weet je wel. Dus ja, en dan maar de vraag van, moet ik het maar vertellen? Moet ik erover praten? Ja, ik praat erover. Ja. Want ik kan voor jullie ook de schijn niet hoog houden. Want jullie zien me dadelijk ook weer steeds magerder worden en... Ja, het gaat dus gewoon weer even bergafwaarts. En daarom heb ik ook verder niet meer gevlogd na zondag. Gisteren helemaal niet. Mijn kop staat er niet naar. Ik heb er gewoon geen zin in. En ja, ik ben gewoon even met mezelf bezig. Laat ik het zo zeggen. En ik weet dat jullie dat respecteren. Van ja, Reet, jij bent belangrijker dan die kutvlog, dan de kut YouTube. Dus ja, maar ja, dan nog... Ik moet er wel veel over praten en ik denk dat de komende vlogs ook meer over Project A gaan dan de rest van de dingen. Natuurlijk, er staan wel leuke dingen op de planning en ja, die doe ik ook gewoon voor zover mogelijk, want mijn energielevel is 0,0. Vanmorgen ook, ik kroop langs de tafel dat Nio zei van, ja. Maar goed, ik blijf gas op die lolly zetten en ik blijf doorgaan en ik kijk hoe ver ik kom. Ja. Maar ja, het is wel even kut allemaal. Dus ik neem deze stukjes ook weer gedeeld op, want ja, dadelijk schiet me weer wat er binnen van, oh ja, dat wilde ik nog vertellen en ja, dat wilde ik nog met jullie delen. Maar ik deel al zoveel met jullie, weet je wel, maar... Project A wordt een beetje naar de achtergrond geschoven, omdat het natuurlijk hartstikke goed ging. En ja, dat wordt nu in één keer weer uit de kast getrokken. Dus ja. Maar dan zijn jullie in ieder geval op de hoogte en dan weet je wat de komende vlogs qua inhoud hebben. Dus ja, lastig hoor. En dan stel jezelf de vraag van, is Anna terug? Ja, je voelt gewoon het lichaam trekken. Je voelt je gewoon getriggerd worden.
Gelukkig weet ik me daar tegen te verzetten. Gelukkig. Maar ja, eens een ander patiënt, altijd een ander patiënt. En mensen die gillen, je bent genezen van anorexia. Nee, niet compleet genezen. Je kan er van af zijn. Maar het zal altijd bij je blijven. Altijd. Dat is met een junk ook. Eens een junk, altijd een junk. Gokverslaafd ook. Eens gokverslaafd, altijd gokverslaafd. En het is met Anna precies zo. Ja, ik ben genezen. Oké, mijn lichaam is kapot. Maar ik kan nog wel altijd getriggerd worden. Dus ja, en dat wil ik dus helemaal niet. Nee. En zover laat ik het ook echt niet komen. Want dan is het wel een ritje inrichting of sticht of weet ik veel wat. Maar voor nu moet ik wel even alle krachten bij elkaar verzamelen. En even alle moed bij elkaar verzamelen. En zeker na al die crashes die ik gehad heb de afgelopen weken. Moet ik wel opladen. Maar ja, hoe? Komt goed. Komt echt goed. Ik moet eerst van het trekkende lichaam af. Want het gaat ook wel lukken hoor, daar niet van. Daar ben ik ook helemaal niet bang voor. Maar... life's a struggle. Ja. Ja. Dus ja, eigenlijk was dit een informatievlog. Plus een stukje vlog. En ja. Ik ga even aan mezelf werken. En ik ga morgen wel een nieuwe vlog openen. Maar ik weet alleen niet hoe de komende vlogs eruit gaan zien verder. Nou ja, wat ik al zei, het wil meer met project laten maken hebben, maar ja. Ja, ik kan nog lachen. Dan wel. Als ik moe heb, ik kiespijn, maar goed. Ik kan lachen. Ik moet lachen. Ik moet door. My life, my fight. I will fucking win. Echt waar. Ja. Ik heb een gezinnetje waar ik voor moet staan. En dat is echt het allerbelangrijkste. De rest om mijn kind allemaal de tyfus krijgen, om het zo maar te zeggen. Mijn gezin is nummer 1. En daar doen we het voor. En ja, zeker ook voor mezelf. Zeker ook voor mezelf. Ik heb mogen proeven van het lekkere leven, om het zo maar te zeggen. Wat inhoudt leuke dingen doen, energie hebben. En I want it all back. Dus daar gaan we voor zorgen. Maar dan voor nu hou ik het hierbij, ja. Mochten er vragen zijn, normale vragen, stel ze gerust. Ik krijg altijd antwoord van me. En ik zie jullie morgen weer. Oké? Bedankt voor het kijken. Doei. Een hele goede morgen. Het is zondag en welkom bij een nieuwe vlog. En ik zit weer te lachen, want ik heb mijn man vriendelijk gevraagd of hij... geen geluiden kon maken of dat ik normaal een vlog kon openen. Dat kon, maar ja, zodra hij gaat lachen, ga ik lachen. En zodra Rachel en papa bij elkaar zijn, is het één bonk ADHD. Ik zweer het je. Dus we zijn weer wakker. En ik sta al aangekleed, ik ga zo even weg. En daarna kom ik bij jullie terug, want dan ga ik even wat bespreken met jullie. Ja. Dat doen we dadelijk. Dat is dadelijk. Ik sta weer aangekleed. Ik was net ook aangekleed, maar nu weer. Ik heb wel mijn sjaal, want het is koud buiten. Ik ga het even met ras en leid zagen. Want ik moet eventjes naar het kruidvat toe. Ik moet even medicijnen halen voor oom. En een nieuwe haarborstel. Volgens mij is ze mij aangevreten door weet ik veel wat. En daarna ga ik even een bakje doen met mijn kind, want die is aan het werk. Ja, dus dat gaan we even gezellig doen. Dus... en daarna ga ik weer tekst en uitleg geven wat ik vanmorgen zei, maar ben ik niet aan toegekomen. Dus, bizar.